Voor de oefening, beroemd in 6 seconden, moeten jullie met tijdsinstellingen in PowerPoint werken. Dat is niet zo moeilijk als het voor sommigen wel lijkt. Een korte instructie. Allereerst zorg je ervoor dat je PowerPoint klaar is. In mijn geval 6 dia's over een van mijn helden, Martin Luther King. Als dat gebeurd is, kies je bovenaan bij de tabbladen, zet nu op start, voor het tabblad Overgangen. Ik raad je aan voor geen overgang te kiezen, want anders gaat dat extra aandacht afleiden. Je zorgt ervoor dat het geluid uitstaat en dan kijk je bij volgende dia, zet je bijvoorbeeld eens 2 seconden in om te testen. Bij muisklik zet je uit, overal toepassen. Druk even op F5 en we zien dan of het werkt. En kijk, de PowerPoint verandert van dia automatisch om de 2 seconden. Dat is voor de oefening niet de bedoeling, want de bedoeling is om de 10 seconden zodat je 1 minuut praat. Dus terug naar die tijdsaanduiding, we maken er 10 seconden van. Vergeet niet op overal toepassen te duwen of te klikken. Vergeet het dan ook nog eens niet op te slaan op het schijfje bovenaan links. En dan kan je beginnen oefenen. Veel succes!